De 9e volkstelling van Suriname is gisteren officieel van start gegaan. President Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi zijn als eerste gezin geteld. De volkstelling wordt gedaan door het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname. Bij een volkstelling worden de gezinsleden enkele vragen gesteld die van belang zijn voor de statistiek van het land. Volgens Joanne Keenswijk, lid Census Management Team Wanica, is het gebruikelijk dat het staatshoofd en zijn gezin als eerst worden geïnterviewd. En tijdens de 9e volkstelling gaat het om sociaal, demografische en economische onderwerpen, waarover we de huishoudens dan informatie vragen. Geslacht, leeftijd, werkstatus. En deze data wordt dan verwerkt. Het is geheel anoniem. En dan publiceren we de data, zodat je als land ook meer informatie hebt over je samenleving. Keenswijk ligt toe wanneer de rest van de samenleving medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan verwachten. De informatie die verzameld wordt, zal de regering in staat stellen beter beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van de samenleving. Dit is de start van de basisstelling, waarbij we dan alle districten van Suriname aandoen. En de basisstelling duurt tot ongeveer 10 november. En na 10 november gaan we evalueren en kijken van welke huishoudens of welke adressen hebben we niet kunnen interviewen. Dan volgt de fase van de natelling. En die duurt ongeveer tot 24 november. En na de natelling hebben we tot en met 22 december de post-enumeration survey. Dat is een controlemechanisme op je verzamelde data. En dus eigenlijk vanaf nu tot en met 22 december kan de samenleving tellers, bezoekers verwachten, waarbij we dan rekenen op hun volle medewerking qua het beschikbaar stellen van hun informatie. Want we hebben de informatie nodig om dan de data te verwerken en te publiceren, om dan ook informatie te hebben om beleid te vormen. Tijdens de telling kunnen personen naar hun ID-kaart en of familieboek worden gevraagd voor de informatie. Keenswijk benadrukt dat er met de data heel vertrouwelijk wordt omgegaan.